mensen van Bounddown, ik ben Rick van Serpent Gameplay. Vandaag gaan we een hele awesome indie game spelen, namelijk Tesla Grad. Meer daarvan na de intro. Je kent misschien wel de wetenschapper Tesla, hij heeft heel grootse dingen gedaan in de natuurkunde, maar hij is een beetje een drama queen. Eigenlijk geen drama queen, maar hij heeft gewoon echt een kut leven gehad. Look it up! Het is al best wel zielig. Hij heeft zulke grote ontdekkingen gedaan, maar hij is continu in de anus genomen. En ik weet niet of het spel daarover gaat, maar het gaat in ieder geval over Tesla. Tesla is heel bekend, wordt ook vaak genoemd in games. Je hebt bijvoorbeeld de Tesla Coil in sommige games. Tesla was gewoon fantastisch met elektriciteit. En is ook de eerste persoon die is bezig experimenteren met draadloze elektriciteit, waar uiteindelijk een soort van internet is uitgekomen. Hij is een soort van een beetje vader van het internet, indirect. En hier is het verhaal. En het hele game heeft een beetje te maken met de voorwerp. Je moet het een beetje zien als Portal 2D. Je hebt een parcours, moet je doorheen. En wat is Tesla's power? Hij kan voorwerpen positief of negatief laden. En zoals je weet, negatief en positief trekken elkaar aan. Positief en positief stoten elkaar af. Negatief en negatief stoten elkaar af. Maar met dat principe moet je puzzels gaan oplossen en door velden heen vliegen. En op een gegeven moment heb je ook nog elektrische velden. En dan kun je alleen doorheen als je zelf ook elektrisch geladen bent. We gaan het allemaal zien hoor. We gaan het zo meteen allemaal zien, maar dat is waar de game op berust. Het is een beetje een 2D portal, vind ik. Een beetje, het is een puzzle game, een indie game als het goed is. Je kan hem kopen voor iets van 7,50 op Steam. Ik heb net alleen even het begin gespeeld, totdat ik mijn powers kreeg, dus ik weet wat je moet doen hier. Je moet namelijk springen. Hup, hup, hup. Hup, hup, hup. Ik vind dat deze game nu al het sfeertje lekker opbouwt, zie je dat? Ze bouwen het sfeertje op een leuke manier op. Ik ben de kleine, ik denk dat je Tesla, dat dit Tesla is, alleen je bent hier nog heel klein. Ik weet niet of je het hele spel lang zo klein bent. Dat zou kunnen. Gewoon lekker doorlopen. Je moet hier ervan niet zo gek veel te doen. Je moet gewoon lopen en... Oh, daar komt een gemene man achter je aan. Een gemene, ik denk Russische man. En daar staan dan wat posters met Tesla erop. Misschien is Tesla dan mijn vader. En ben ik zijn zoontje. Ik weet niet, dat is een beetje raar. Want de originele Tesla... Ik weet best veel. Ik ben best wel Tesla fanboy hoor. De originele Tesla heeft nooit een vrouw gehad. En is gestorven als maagdelijke man, zeg maar. Dus ja, het kind van Tesla zou niet echt kunnen. Tesla was een beetje een rare man ook. Hij had bijvoorbeeld een obsessie voor het getal 3. Maar we zijn niet voor een les Tesla. En Google die man. Wikipedia, hem is gewoon een hele interessante dude. Maar hij had ook fascinatie voor het getal 3. En hij zei dat hij een death ray kon maken waarmee hij de wereld kon vernietigen. Dat zei hij ook. Hij deed nogal eens wat rare uitspraken. En in principe wou Tesla wou graag dus draadloze elektriciteit. Dat was eigenlijk ook cool die kant op. Oepsie, oepsie. Als die mannetjes je pakken, dan gaan ze gemeen doen. Dat wil je niet. We lopen lekker door. We durpen lekker de goede richting in. Ik weet niet hoe het geluid is, anders moet ik het even wat harder zetten. Maar anders staat de game op 100%. Meestal als ik een game, zet ik een game gewoon op 40% uit zichzelf. Want je kan beter hebben dat de audio te zacht staat dan te hard. Want als de audio te hard staat, is je hele video verneukt. Nu kun je opnieuw beginnen. Als het te zacht staat, is het gewoon jammer. Zeggen ze, oh, doe het geluid harder de volgende keer. Dan doe ik zo van, ja, is cool. En dan ben je er vanaf. We gaan ergens heen. Oh, cool. Blijkbaar kun je geen fall damage nemen, dat is wel hartstikke fijn. Anders zou ik nu al lang al dood geweest zijn. Voor een klein jochie kan die Tesla redelijk wat fall damage nemen. Wil je een leuk feitje horen? De ouders van Tesla hebben wel seks gehad. Weet je hoe ik dat weet? Wikipedia. Of logisch nadenken. Logisch nadenken vertelt je soms wel eens, weet je. Dan vertelt je soms wel eens gewoon iets logisch. Zo van, hé. Hey, ja, als hij een kind is en hij is niet geadopteerd en zo. En alsnog, ja, zijn biologische ouders zullen waarschijnlijk wel een keer... seks hebben gehad, of hij is natuurlijk kunstmatige inseminatie, maar dat bestond in de tijden van de echte Tesla waarschijnlijk nog niet, I don't know. Wee! I believe I can walk over daken. I believe I can lopen door de regen. Ik geloof in een klimding. En als ik klim, dan is het echt klimmen gewassen. Ik geloof dat ik kan vliegen. De ophaalbrug haalt me op. Zo, heb je hem nooit bekeken, hè? Nee, die verdient zijn ophaalbrug. Oké, ben ik weer. Sorry, mijn hele game... Ik speelde games hebben in Windows, weet je wel, dat je zo'n klein raampje hebt. En toen deed mijn computer opeens van, ja, je speelt een fullscreen en je mag niet meer terug. Dus heb ik even naar mijn andere scherm gewisseld. En dat zou je kunnen merken aan de camerahoek. We gaan lekker verder met onze kleine Tesla. Er is allemaal niks gebeurd in de tussentijd, je hebt niks gemist. Die taal spreek ik niet, vriend. Eens even kijken. Man met speer. Raak bol aan. Vlieg. Oké, bedankt voor de tip. Daar zijn de bolletjes. Ik vind de enemies nu al best wel cool. Ik weet niet of het enemies zijn of ze ook pijn kunnen doen. Ze kunnen in ieder geval wat laden, waardoor je door het veld heen kan. Geen idee wat deze doet. Oh, een waardige vijand. Oh, ik kan hem rollen. Oké, cool. Even kijken, kan ik daar nog wat mee dan? Hallo? Nou.
Gaan we proberen tegen die kist aan te rollen, kijken of het wat doet. Nee. Nou, dan gaan we lekker verder. Ik weet namelijk al welke kant ik op moet. Je moet juist oppassen met dat ding. Dat ja. Ik dacht ik red het net aan. Maar nee, ik ging dood. Ik loodde het legje. Snap je. Oh nee, pas maar op jij. Pas maar op jij, boef. Oké. Kijk eens aan. Is toch leuk gedaan, jongens? Hartstikke leuk. Hier leer je gewoon even dat basisconcept. Oh, kut, ik moet even gaan omhoog. Nee, verdomme. Gelukkig komt er zo nog een aan, dus dat scheelt. Zo, ik moet even hierop staan namelijk. Want positief en positief stoot ik eraf en dan schiet dat blokje zo omhoog. En dit is waar wij onze power gaan krijgen, jongens. Hierboven, als het goed is. Ja, tot hier heb ik gespeeld, hoor. Tot 1 minuut of zo hierna. Geen zorgen dat ik de hele game uit mijn hoofd ken. Dat is natuurlijk niet leuk voor een puzzelgame. Ik zit daar nog steeds niet goed in het midden. Zoiets beter. Ik vertrouw er maar op dat dit goed is. Sorry, ik kan het niet echt checken. Zie je, daar heb je al wat tekenen van de handschoen. En daar is hij. Hier, zou ik even voordoen. Als je rood doet, gebeurt er een flikker. Maar dan maak je hem blauw en een bof rood en blauw. In principe weet je niet echt welke positief is en negatief. Ik denk dat blauw negatief is. Ik vind blauw gewoon een hele negatieve kleur. Nou, maak je deze rood. Er zullen ook wel hier en daar wat secrets zijn om te halen. Dus ik weet het niet precies. Dat gaan we allemaal zien. We gaan deze hele game lekker ontdekken, jongens. Dat gaan we. Want ik weet trouwens wel nog. Ik heb net toevallig per ongeluk al een klein beetje een secret gevonden namelijk. Hier zo. Daar was hij. Ja, hier zo moet je daar vallen zeker. Huh? Is dat een sfeer dat je een coole secret had? Nou ja, cool, cool. Het is maar net wat je cool noemt, hè. Vind je mij cool? Waarschijnlijk niet. Nou, dan ga je al. Dan ga ik hier lekker naar beneden. Oh, verdurie. Verdurie, kleine man. Oh, kijk, daar kon je heen dus. En dan kon je wat pakken. Ik laat jou blauw. Blauw. Rood. Rood. En dit is eigenlijk het hele principe van het spel. Als je dit snapt. Wat er juist gebeurd is, dan snap je de hele game. Ik ga nog 1 keer met mijn webcam kutten. Ja, hopelijk is het zo wat. Dit zijn die mooie krachtvelden waar ik het over had. Kijk, en dan raak je dat balletje aan. Best wel cool. Laten we lekker verder gaan. Laten we lekker verder gaan, jongens. Lekker verder. Oké. Rood. Ja, hier was dat ik had ergens net een ding verkeerd geladen. En daardoor kon ik niet meer verder. En toen ben ik eigenlijk gestopt en ben ik begonnen met opnemen. Want ja... Dit is een game die het opnemen waard is. Oké, wacht. Wat kan ik daar? Kan ik die laden? Hij heeft geen lading, toch? Of wordt het... Oh, hij doet me gewoon blub. Oké, dan. Nou, deze zou ik sowieso wel rood moeten doen. Kan dat niet? Huh? Oh, moet ik eerst deze doen? Oké. Beetje raar, maar oké. Nou, die zit. Huh? Waarom kan ik deze niet doen? Is het raar als ik dat raar vind, jongens? Oh! Ah, dankjewel. Oh ja, die dingen met die kruisjes erop kan je... Oh, je kan het... Kijk, het staat hier zelf. De dingen met een kruisje erop kan je niet slaan. De dingen met een rondje erop kan je wel slaan. Oké. Nou, dan zal ik hier eventjes op moeten. Dan zal ik deze rood moeten... Nee, ik zal deze ook blauw moeten maken. En dan ga je die kant op. Mooi. Ah, cool! Kijk, dit is een rood mannetje dus. En omdat de vloer ook rood is, stoot ik hem af. Zo, tada! Dat is cool. Dat hier heb ik de game gespeeld. Dit is nieuw voor me, wat er vanaf nu gebeurt. Kan ik niet gewoon mijn blauwe handschoen gebruiken dan? Ik zeg maar... Ah! Er gebeurt wat. Oh, die gaat zeker op de hoogte van dat stukje zitten. Oké, ja. Wacht, ik denk dat ik het al weet. Ik moet met die lift moet ik omhoog. Kijk! Ik ga goed hoor. Ik snap ongeveer wat ik aan het doen ben. Dat is belangrijk in dit soort spelletjes. Ik vind het nu wel al een beetje ingewikkelder denken worden hoor. Ga je dood of niet? Nee, cool. Yay! Voedsel! Voor mijn familie die gestorven is. Oké, wat nu? Waarschijnlijk ga ik dood. Even checken. Ja, dat is best wel dood. I checked and I died. Oké, hoe moet ik dit doen dan? Serieus, ik zit nu vast. Oké, jongens, ik geef het op. Zo, er staat een monster voor me en ik kan hier nog wat leuks doen. Misschien moet ik gewoon hierheen. Ja, kijk, het was gewoon een valstrik. Je moest die kant helemaal niet op. Oké, wacht, dan moet ik zeker oppassen voor deze. Deze dude. Ah, kijk, dat dacht ik al. Op het moment dat je hem aanraakt, dan. Oh god, dit is wel cool. Oh nee, ik ga dood. Nee, kut. Nee. Ah, dit is bagger. Al die derps proberen me te vermoorden. Je moet heel erg opletten, dus welk je aan kan raken en welk niet.
Best wel cool gedaan. Ik vind het hele concept echt tof hoor. Je vijanden kunnen. Je gaat dus niet dood door een vijand die daadwerkelijk damage doet, maar door een vijand die een lading geeft. En dat is heel irritant. Kan heel irritant zijn. Kijk, daar is het irritante beest weer. Oh, even om. Oh, kijk! Wat? Sorry, excuseer. Heeft hij nou zijn lading? Ik weet het niet. Oh ja, ik kan deze balken geen lading geven, dus ik had dat mannetje nodig om het voor me te doen. Hey boos. Hey boos. Hey boos, jongeman. Nou, we gaan in ieder geval lekker verder. Eens eventjes kijken hoor. Zou ik deze blauw moeten doen? Ik gok dat die blauw moet. Hey, ga zo dat blauwe ding af. Oké, wacht. Deze moet natuurlijk rood slaan. Baf. Huh? Wacht, deze moet je rood slaan. En dan moet je wachten op dat mannetje. Die gaan we ook rood slaan. Ja, er gebeurt wat hier. Tadaa! Ah, oh, cool. Ik vind deze game echt veel cooler dan... Mijn nerd power activeert zich een beetje in deze game. Blauw! Woo! Rood! Oh, wacht. Woo! Wacht. Rood. Rood! Blauw. Rood. Blauw. Rood. Oei. Oké, dan. Kan ik doodgaan hier door de verkeerde keuze te maken? Nee, want deze met de kruisjes kun je niet slaan. Dat was een strikvraag. Oké. What the fuck gebeurt er? Ah, dat is goed. Leuk. Dan denk je opeens van, oh ja, tuurlijk joh. Even kijken, ik kan deze vent pakken. Wat is nou? Oepsie. Oké. Nieuw idee. Nieuwe ronde, nieuwe kans, als mijn vader zou zeggen. Bof. Oké, dat mannetje heb je dus hartstikke nodig hier. Deze mannetjes zijn zowel je vriend als je vijand. Zie je dat? Ga met een lading. He gave me a loading. Oh nee. Wow, ik schrok eventjes. Psych, psych. Of psych eigenlijk, ja. Spring, mijn zoon. Yay, ik leef nog. Woo, daar doen we het voor. We doen het voor het nog leven. Oh, kut. Dit is moeilijk hoor. Dit moet eventjes in één keer goed verlopen, zeg maar. Oké. En dan, wat doen we dan? Gewoon naar de overkant? Oké. Misschien als ik... wacht even hoor. Er gebeurt nogal weinig daar. Zag ik dan nou iets van een achievement liggen ofzo? Ah, kijk. Zo kun je heen en weer reizen op dit ding. Cool. Je moet naar beneden zien te komen. Zie je dat? Dat zie je inderdaad. Kijk, alleen hoe de fuck kom je daar ooit? Wee! En weer die kant op. Ik ga mezelf proberen heel hard te laten gaan. Wee! Andy! Andy! Andy, en ik heb geen idee wat ik aan het doen ben. Oké, we gaan weer terug. Ik ga maar gewoon verder. Ik accepteer maar dat ik niet kan 100% in die meuk. Oké, dan. Oh, wacht, ik ga hier rood. Ah, die kun je niet rood maken. Anders konden ze één voor één ze allemaal elkaar wegdieven. Dat is wel grappig om te zien. Dat zal zo meteen wel gaan gebeuren. Moet je één blokje een kleur geven en dan stort het hele gebeuren natuurlijk in. Daar gebeurt niet zo gek veel. Even erop slaan. Hit it with fire. Zou dit elkaar onderling niet ook af moeten stoten? Oh god, ik ben dood. Ja, dat zag ik niet aankomen. Soms heb ik wel zoiets van, ja, dat is wel mijn schuld, ja. En dat is deze keer dus even niet het geval, jongens. Interessante keuze. Oh, deze bal kun je wel laden. Oké, tof. Oh, ik vlieg! Ik vlieg, ik vlieg, ik vlieg hoog door de lucht! De maan, het spel is aan het laden. Hé, hey, we gaan nog een paar extra metertjes. Daar beneden is wat te doen. De vraag is, wil je dat riskeren? Nou, niet nu. Met een blauwe balk misschien, maar niet nu. Oké, wat gebeurt hier voor leuks? Uitleg. Uitleg, oké, dankjewel uitleg, je bent erg duidelijk. Hé, hey, Nijnbaas, cool! Hoe dood ik jou als ik vragen mag? Nee. Rode lading! Oké, wat de fuck moet je doen? Ja, oké, hij zuigt dingen. Oh nee! Is er een bepaald moment waarop je hem kan pakken? Oh, hij eet die blokjes op. Oké, is dat de bedoeling? Of is dat slecht als hij die blokjes opeet? I don't know. Dat is ook gewoon mijn ding. Terwijl ik moet die blokjes gewoon allemaal positief laden. Ik kan die blokjes wel een lading geven, dat is geen probleem. Maar moet ik dat doen is de vraag. Misschien doe ik het nu wel goed en dan voed ik alleen maar die machine. Dat willen we natuurlijk niet.
Oh, je gaat eraan. Blokjes zijn erg gevaarlijk. Oh, vuur. Ja, dikke lul. Zo kan ik het ook, Beertrand. Oh ja, yeah. Oh ja, yeah. PS vuurbal. Nou, hij gaat er wel snel kapot, die vent. Wat een maffe gozer is het ook. Dus ik laat de helft van de blokjes, alleen hij wil eigenlijk gewoon geen honger, denk ik. Nou, hey vriend. Het is etenstijd, 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 etenstijd. Koemba, koemba, hey. Ja, wat de... Moet ik hier nou weer mee? Wat moet ik hier nou weer mee? Wat moet ik daar nou weer mee? Fucking veel vuur, man. Misschien moet ik een huisje maken of zo. De blokjes zouden negatief als positief zullen. I don't know. I don't care. Kan... Oh ja, wacht, je kan natuurlijk... Deeltjes aan elkaar koppelen, zo. Door ze positief en negatief te laden. Doe nu echt maar wat, hoor. Had je misschien al door, maar dat vuurde best wel pijn, namelijk. Dus ja. Heb ik toch een nieuwe strategie nodig. Als je wil winnen, zoals ik. En dat is deze geworden. De winnende strategie. Wat is jouw strategie, Rick? Nou, mijn strategie, kijker, is de afwinnende. Oh, fuck, ik ging even bijna dood. Ja, verdomme, je geeft me wel een heel kleine bewegingsruimte, meneer de robot. Hey, hey. Ga je ouders even vragen wat die daarvan vinden? Grom, grom, moederneuker. Hop. Neem een blokje, motherfucker. Moederneuker. Neem het blokje. Nou, dat gaat wel iets goed hier, denk ik. En hij heeft nog steeds honger, die jongen. Even weg daar voor het vuur. Geen probleem, geen probleem. Wat doe je? Oh god, de fucking band gaat fucking niet normaal snel opeens. Wie heeft die band zo hoog gezet? Wiens idee was dit? Honger! Ik heb honger! Ik heb dorst! Van die blokjes, dus ik wel worst! Dus ik eet ze lekker op en ik stop ze in mijn bekkes! Ik ben een gemene robot en mijn naam is Harry Jekkers. Oké, okay, sterf, robot, sterf. Ga eens een keer dood, ik wil niet nog meer vuur. Oh nee, 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 kut! Serieus? Oh, ik had zo'n liefde voor deze game, maar dit gaat snel kapot. Het gaat snel kapot op deze manier. Verdikke me, zeg. Zo moeilijk is het tot nu toe niet eens, alleen toch, het vuur is niet leuk. Het is gewoon erg verleidelijk, het vuur allemaal. En dat is niet leuk, hè. Als we iets niet leuk vinden hier bij Banjo Town, is het hartstikke verleidelijk vuur. Ik laat me niet zo snel verleiden door vuur, behalve vandaag. Maar vanavond krijgt falen haar ware gezicht. En het is zo geladen in mij. En de wereld laat maar door. En het is zo geladen in mij. En de deeltjes zijn geladen. En de lading is hoog. Oh nee, 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 kut! Hij moet aan deze kant staan. Oh nee, dat is best veel. Best veel prulletjes. Oh, hij is niet eens vuur aan het spuwen. Ik dacht dat hij vuur aan het spuwen was. Nou, hier, neem nog een blokje dan. Neem nog een blokje, mijn vriend. Neem nog een pizza. Casa di mama, neem nog. Eet je pizza. Die reclame kennen jullie wel, toch? Van Casa di mama. Eet je pizza. Oké, okay, het gaat goed, het gaat goed. Zo gaat hij goed, zo gaat hij beter. Alweer een kilometer van mijn schoenen afgaan, slijt hij maar mijn moeder, maar niet weten anders. Kijk, fucking patat. Fuck. Het gaat hard. Ga eens dood, robot. Ga eens dood. Ah, kom op. Twee middelvingers in de lucht, Ali B, motherfucker. Ik vind het echt niet leuk meer. Dan ben ik al bezig, bijna 20 minuten, nou. Shoop the fucking woodoop. Ik vind het echt niet leuk meer. Echt, ik heb nog nooit zo verdrietig gevoeld. Nooit. Oh, fucking fuck. Alle kinderen, oh, ik moet er niet, ik sta mijn blokjes wel er in de weg, zeg. Zo, hé. Zo, hé. Eyo, wat doe je nou? Die blokjes zijn niet van jou. Had dat nou niet gedaan? De club van blokjes, Klaas komt eraan. Eyo, wat doe je nou? Die blokjes zijn niet van jou. Had dat nou niet gedaan? De club van blokjes, Klaas komt eraan. Woehoe! Zeg woehoe! Zeg yeah! Zeg yeah!
De blokjesbaas, de blokjesbaas. Wie houdt er van geblokte kaas? De blokjesbaas, ja. Yeah. De blokjesbaas. De blokjesbaas. De blokjesbaas. Ik geef alle blokjes lading. Dat is geen, niet niks. Want als de blokjes geen lading hadden, kon je ze niet opvangen met je mond. Yeah. Yeah. Oh nee, vuur, vuur. Oh, toch niet. Ik wil geen vuur, ik ga weg daar. Wat ik grotendeels doe is de blokjes... Oh. Ja. Ik wil even winnen, dude. Schiet eens op. Neem eens een blokje in je bekjes en gooi wat vuur op me, want I know you want it. Alleen, het is gewoon heel moeilijk om hier te blijven staan en niet in het vuur te lopen en gezeik. En oh my god, waarom duurt het zo lang? Ja! Hier heb ik zin in. Dit is wat ik wil. En dit is hoe ik het wil. Met sinaasappels. Oké, nou, waarschijnlijk moet ik hem nog twee keer raken en dan heb ik hem, hoop ik. Waar ging het net eigenlijk fout? Een van de laatste keren. Tenminste, de laatste keer dat ik zo ver kwam en dat ik het niet haalde. Waar ging het fout? Ging het fout bij het vuurgedeelte? Waarschijnlijk wel. Kom op, ga dood. Ik denk dat we hem hebben nu. Ik heb hem 9 keer geraakt in ieder geval. Hij krimpt wel. Dat is vaak wel goed. Dat is vaak wel een goed teken. Yay! Mocht even duren, Rick. Eerste eindbaas. Tering. Had ik alle blokjes lading geven. Yay. Nou, dan kun je natuurlijk... Dit is natuurlijk de manier om je Easter egg van je dromen te halen. Moet je zien. Pff, dat was kut. Oh, het is wel leuk om alles naar elkaar ingeelde teenbal te maken hier. Oh, we gaan dobbelen. Ja, we gaan dobbelen. Ja, we gaan dobbelen. Dobbelen stijl. Oké, we hebben het gehaald in ieder geval. Verder met de game. Hey, je moet eens goed nadenken wat de consequenties van je ladingen zijn. Is dit de geheime kamer? Is dit Harry Potter en de geheime kamer? Nee, dat niet. Dat heeft namelijk met slangen te maken. Oh, nou oké. Okay. Gaat niet zo heel goed hier. Nou, oké. Okay. Hè? Verdorie. Verdorie. Je kan zeggen, Rick, klim hoger. Nee, zo werkt het niet. Dan stoot ik mijn hoofd tegen een plafond. Een plafond. Oké, nou ga ik naar beneden dan. In dat geval. Oh, dat heb ik dood was. Dacht al, really? Oh, schoenen. Oké, Tesla, wat houden die boots in? Oh, cool. Zappy teleport. Nice. Oh, en normaal kun je zeker niet door die tralies heen. Ja, dat is gewoon een kooi. En dan kun je dan doorheen. Oké, tof. Doe ik hem hoog? Of doen we... Oh, wat, ik snap het al. Oké, is wel een toffe power om te hebben, weet je. Ja, ja, waarom ook niet. Oh, oepsie. Ik kan wel lekker snel bewegen nu. Je bent dol op snel bewegen. Het is een beetje een noodsituatie. Oh, kut. Oh, oh, auw. Sorry dat je me ophad. Het spijt mij hartstikke erg. Moest ik dat nou weer weten? Nou, score was open. Zo zou je dat moeten kunnen weten. Nou, komt u maar, mevrouw. 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 Kom eens even een lekker potje hier. Dankjewel. Oh nee. Ja. Dat was niet de bedoeling trouwens. Oké, wat nu? Hopla. Oh, dan moet ik gewoon terug. Want ik ben vast iets vergeten. Oh, wacht. Ja, dat ene plekje waar ik net heen ging natuurlijk. Waarvan ik dacht, lol, dat kan helemaal niet. Had natuurlijk met die kooi te maken. Nou, hoe moest jij eens even weten, meid? Kijk eens aan. Oh nee, laten we dat even niet doen. Ik trapte er bijna in. Oh, leuk. Leuk, kooi. Leuk, man. Toppie. Nee, laten we dat even niet doen, Rick. Maar ik kan er ook niet op. Ik moet wat. Misschien als ik zo doe. Ja, dan zit ik erin en dan. Hallo. Oh, we moeten wel doorheen. Toch wel. Hey. Yo ho. Yo ho. Je krijgt het niet cadeau. Aha. 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 Eureka. Eureka is alleen als je de puzzel hebt gehaald. Zo hé. Tering tyfus. Oké, wat, ik snap hem al. Ik snap hem al. Pots. Ik zeg voor we deze ook roop. Nee. Zullen we hem roop maken? Nee, en dan. Ja, blauw toch wel. Huh, wat? Waarom gebeurt er niks met dat blokje? Dat is raar. Oké, dit is ook een beetje een rare kamer hoor. Ik verzamel momenteel vliegjes en ik zie allemaal van die coole lampjes die mij kunnen laten zweven in zo'n elektrisch veld. Dat is natuurlijk wel leuk, maar dan moet je wel zo'n veld vinden. Ah, dit gaat wel omhoog. Dit voorspelt wel iets goeds. Hallo iedereen, ik ben er weer! Oké, dit is wel mooi. Hartstikke gezellig, leuk.
Aha. 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 Ik snap het niet. Oh, die ga ik sowieso dood. Oh, wat, ik moet ze natuurlijk pletten. Ik moet daarboven, oftewel, daarboven moet dat ding eerst rood worden en dan plet ik die beesten, toch? Zijn we het allemaal eens met die logica? Oepsie! Dat ging per ongeluk. Kut, ik ben slecht hierin. Kut, ik ben slecht in nadenken dat één knopje drukken heel erg acties kan hebben op mij. Aha. Oh, wat, deze kun je natuurlijk vastpakken nu. La-di-da. Komt-ie! Bof, stel dat je beesten. Je kunt er nog in ook. En dan kun je daar... Wacht, dit is kut. Je voorspelt namelijk nogal dood. Oh, dat kun je niet veranderen van kleur, oké. Ja, ik weet niet hoe je dat zou moeten doen. Er zou een manier moeten zijn waarop je ook dat spulletje kan pakken. Ik vind die items pakken die keer wel moeilijk, hoor. Zo, heb je toch goed verzonnen, meneertje, mijn koekenpeertje. Oké, ik heb ook geen idee hoe dit moet. Handig. Ongemakkelijk. Oh, oké. Nou jongens, dit was het einde van de XSL gameplay. Nee, ik ga even door. Jullie zijn nog niet van me af. Ik kan deze lading kan niet veranderen, dus dan zou je de bovenste moeten veranderen. Oh ja, ik snap het al. Nou, moet ik het doen ook. Moet ik even bewijzen dat ik wat kan. Gewoon deze lading veranderen naar... Blam! Waarom valt hij niet? Je hoort elkaar aan te trekken, stelletje bitches. En dan kun je op dat blokje staan, zo en zo. Dacht ik. Nou, dat valt dus tegen. Bewijs maar weer. Niet alles is wat je denkt dat het is. En hier zit ik ook vast, lijkt wel. Fantastisch. Fantastisch. Toch? Even mijn gevoel zit ik hartstikke vast momenteel. En dan kun je er weer niet doorheen, hè? Alleen de kooitjes. Waarom? Omdat dat is wat iedereen wil. Om je te naaien. Zijn er kankerjes klimmen eigenlijk? Nee. Had ik mezelf... Nee. Nee, dat kan je niet. Ja, ik zit gewoon best wel vast eigenlijk. Je moet daar boven wat doen. Alleen de vraag hoe de fuck in de fuck kom je naar boven? Ja, dat wordt dus niks. Wat is dat? Misschien? Oepsie. Aha. Ik heb wat gevonden, jongens, denk ik. Gewoon een gokje. Oké, wacht. Nou, dat heeft natuurlijk helemaal geen zin. Als je iets vanaf die kant doet, doet hij... Nee, dat werkt gewoon niet meer. Het is allemaal vergaan glorie, jongens. Nou. Tada. Ik vind de manier van deuren open op dit soort manieren wel leuk gedaan. Hopla. Wat doet dit? Serieus, wat doet dit? Is dit nieuw? Is dit hip? Bij de jeugd of zo? Jurren Borg? Wat is dat nou weer? Oepsie, zip zip. Oh ja hoor, reken er maar weer op Rick af. Die heeft, het doet niemand kwaad. Behalve heel veel mensen. Laat hem hem maar weer verboeten. Dat lijkt me wel eerlijk. Al dus Jan-Peter Balkenende. Hoja! 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 Hallo! 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 Yay, ik heb iets gedaan! I did a thing. And I liked it. Hoppa, hij dacht dat ik dood ging. Lol, sukkel. Nee, doe me dat maar niet verroosje. Ik ga in de dinges vallen. In de prutticus. Oh, ik dacht dat overleef je wel. Er zal wel iets van rode magneten onder zitten. Maar nee hoor. Niks is wat het lijkt. Oh ja, de stroom die je pijn doet. Ziet er wel uit als pijnlijke stroom. En daar is het ook wel. Oké, wat nu? Hier onder misschien? Ja hoor. Nee hoor. Ah, oh, fuck, ik ben moe. Oh, ik zou zo echt mijn bed in moeten. Ik zou zo echt mijn bedje. Mijn bedje, weet je wel. Dat ding met waar je Minecraft in slaapt als je bang bent dat de creepers komen. Daar moet ik echt even in. Als je dit kijkt, over een paar uur, waarschijnlijk gooi je dit namelijk 's morgens online anders dan... terwijl je dit kijkt, doe ik mijn 24 uur livestream. Dus ga even naar mijn kanaal, zie je informatie en dan kom ook. Anders ben je echt niet dip. Anders dan zou je moeder nooit meer frietjes voor je bakken. Je moeder. Frietjes. Mij. Die woorden onthouden en kom kijken. Graag gedaan. Toch even een dikke zelfpromotie. Ik weet niet of ik deze game ooit ga spelen op mijn kanaal. Ligt eraan of je hoe leuk jullie het vinden. Anders ga ik hem in mijn eentje gewoon lekker in mijn eentje spelen en erbij huilen, weet je wel. Zo ben ik dan weer wel. De vraag is, wat kunnen we ermee, hè, met die bloem?
Oh, die moest natuurlijk... Oh, ik ben zo dom, joh. Ik ben zo dom en slecht. Ik ben beide. Pof. Oh, dat was moeilijk, Rick. Zo, jammer dat je dat niet in je hersenen hebt, dat je dat kan. Dat is altijd jammer. Oh, verdomme. Maar als er weer, die items zijn wel kut om te krijgen telkens. Dan moet je wel een speciaal toetje hebben. Iets in ieder geval wat op een toetje lijkt. Ja, zoals het niet doodgaan daar. Ik weet nog niet, moet daar later op terugkomen? Is het echt een behendigheidje dat je nodig hebt om dat stukje te halen? I don't know. Aha. Ik probeer dat nog op te slaan. Ik weet dat het niet kan. Toch blijf ik het proberen. Aha. Kijk eens aan, joh. Oké, ik snap nu wat je moet doen in ieder geval. Ik ging even dood. Maar dat maakt niet uit. Want voor de wetenschap ging ik dood. Oh nee, niet weer. Ik moet echt een death count erbij. Het is dat ik een uur lang moet gaan knippen en snijden en plakken. Om die death count goed te krijgen. Anders had ik het al lang gedaan. Iedereen doet de planten, zo. Ja. Ja. Dat is wat er gebeurde, jongetjes en meisjes. Mijn naam is trouwens Jordi 2.0. Ik dacht, ik stel me even voor. Ik weet dat jullie me niet zo'n leuke YouTuber vinden, maar geef me alsjeblieft een kans. Ik zie hier wat problematiek ontstaan. Dus het feit dat ik hierdoor rood geladen word, om het even zo te noemen, en dat daar, ja. Ja. Ja, rood is. Oh, kijk. Luxe. Hop. Ah, nee, man. Really? Ah, dude. Echt, dat is echt een nice take wat er juist gebeurde. Ah, kom op. Ja, hoor. Ja, hoor. Ik voel me nu helemaal... Ik vind het niet leuk meer. Ik ben te slim voor deze game. Oké, misschien niet. Deze game is wat tricky. Omdat, ja, soms moet je gewoon heel snel nadenken. Oh, kut. Wat moet ik doen? En dan gaat het mis. Nou ben ik heel erg geneigd om dat schokje te gebruiken. Om het even zo te noemen. Alleen dat werkt echt niet altijd, zeg maar. Hier bijvoorbeeld moet je dat gewoon niet doen. Hier moet je dat bijvoorbeeld weer wel doen. Tada, kijk, had al door dat je dat moest doen namelijk. Wat is dit? Ik kan soms ook gewoon beginnen met de makkelijke vraag. Wat is dit? Nog een bloem. Nog je eine bloemen, jawoel. Oh, kutje. Kutje. Ah, kom op. Dat was een kalte voor. En serieus, soms gaat dit spel wel een beetje ver in mijn anus nemen, weet je. Het is een keer leuk. Lachen er een keer om. Zo van, oh, dat was lachen. Weet je nog die keer toen je me echt helemaal in mijn anus nam. Alleen, als je blijft herhalen, eerst de grap vanaf. En dan begint het gewoon een verkrachting te worden. En dat moeten mensen soms begrijpen, waar die grens ligt. Oh, ik snap het al. Ik moet iedere keer die twee powers combineren. En dat kan mijn brein dan weer niet aan. Een domme brein. Ik probeer je te vermaken met mijn babbel. En soms is het moeilijk om een kut verhaal te hebben. En nog eens na te denken over een game. Dus ja, dan weet je dat. Moet je rekening mee houden. Ik weet, ik ben dom bezig. Dat zie ik zelf ook in. Maar reken me er niet erg op af. Ben ook maar mensen. Wat de fuck is dit? Oké. Kan ik hier doorheen? Ah! Dat is nieuw voor me. Dat beest kan er niet doorheen, toch? Nice. Hey, ben ik al veel eerder geweest, of niet? Ik heb het gevoel dat ik aan het backtracken ben, namelijk. Echt gigantisch. Het gevoel dat ik aan het backtracken ben. Misschien wil het spel dat ik ga backtracken, I don't know. Hier kom ik zeker niet heen dan. Hier ben ik al geweest, toch? Toch? Ik vind het nu al niet fijn meer dat ze me zo erg laten backtracken zonder te weten waar ik heen moet. Dat haat ik in games. Ja! Dat was eerlijk! Bots. Oké, deze sprong kun je eerst natuurlijk niet maken! Verdomme, Hendrik! Yay, ik heb iets goed gedaan. Oké, ik heb niks meer goed gedaan. Yay. Leuk. Dat ding kun je me niet laden, Rick. Waarom probeer je het nog? Goeie vraag. Yay. Oh ja, verdomme! Dat was gewoon... Het is heel irritant, want je ziet gewoon niet waar je uitkomt als je die teleport doet. Je doet gewoon op goed geluk, doe je wat. Zo van, nou, vind ik wel leuk dit. Ja, dat helpt, dat werkt niet altijd, hè. Dat zie je dan en dan kom je jezelf weer even flink tegen. Blub, 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 blub.
Blup, blup, blup. Blup, blup, blup. Blup. Ik heb een goudvis met zwemdiploma aan. En als hij goed zijn best doet, wat de fuck gebeurde er zojuist? Oh, ik snap hem al! Hallo! Oké, ik ben even opgegeten. Ik ben... I believe I can fly. Oh. Oh, dat is niet zo handig. Ik denk dat ik hem snap. Kom op! Je hoort vooruit te... Ik druk serieus op mijn teleportknop, maar er zit gewoon een delay in. Waardoor ik, als je doorloopt, je gewoon doodgaat. Dat echt heel lullig is. Zie je die bloem daar? Ja, die bloem hebben we dus even nodig. Ik dacht al, het is fuck. Nou, ben je dus al mee te vallen. Tadaa! Nee! Ja, kut. Heel kort samengevat. Is echt heel kort. Kort en... Soms doet hij het niet! Fuck! Fucking Tesla. Fucking Tesla. Fuck! Fucking, nou ga ik echt agressief op die... Waarom doe je dat? Of waarom doe je dat niet? Wat de... Ik snap het niet hoor. Kijk dan. Ja, kijk dat dan. Kijk dat. Er zit een recharge time op en dan doet hij het niet. Dat is verschrikkelijk. Echt niet leuk dit. Oh, ja hoor. Ja hoor, doe eens gek. Dan doe je al raar genoeg. Ja. Oh. Moet ik door dat ding heen, of niet? Ja, dank je. Iemand die me snapt, dankjewel. Thanks. Ik had zin om deze game te spelen, maar ja, het wordt niet echt gestimuleerd hier thuis. Jee, ik heb het gehaald. Jottem. Leuk hoor. Wat een leuk feest hier. Er is een tentoonstelling. Een kasteel. Oké, vind je dat een leuk verhaal ofzo? En Tesla besloot dat het tijd was dat hij stopte met rare krachten hebben en gewoon naar huis ging. Einde. Er was dus een ridder. Geen man, maar een ridder. De ridder had een schild en dat was bij de dame zeer gewild. Toen kwamen de mensen in opstand. De ridderschild was te cool. Hij blies op zijn hoorn en hield toen zijn smoel. Hij hield zijn trompet vast, maar gaf niet toe. Maar toen kwam de magier en die had de staf. Dat rijmt niet. Oh. Oh. De bliksem verdreef hen. Ja. De stroom is best cool. Woo, yeah. Hier heb je de staf van een totale homo. Ah, dank je. En het doek viel. Ze wisten hoe het zat. Nou, fantastisch. Dit verhaal heeft me emotioneel helemaal beschadigd. Oké, what the fuck. Oké, dankjewel. Leuk. Oh, dat is dat. Oké, ik denk dat ik al weet hoe dit is. Dit is zeg maar hoe ver je in de game komt. Zie je dat? Hoe ver je in de game... Je moet gewoon iedere keer een stuk van de game... Moet je zo'n schijf open doen, denk ik. En dan kun je natuurlijk vanaf het begin kun je de hele game backtracken. Alles wat je doet in de game kun je gewoon opnieuw doen, Sjoel. Hier waren we eerst. Ja, dat is deze room. Het is nu allemaal nog open en beschikbaar. Het is gewoon een free world, zeg maar. Maar dit is eigenlijk je hub. Je hub, zo moet je dat noemen. Je hub. Niet je pornhub, jongens. Ik weet, pornhub. Het is zelf een pornhub. Dat moet je eventjes realiseren. Ja, hier ben ik nu. Maar hier wil ik niet heen, dus dat is niet zo handig. Ja, kun je eentje hoger is de vraag. Gaan we proberen. Ja hoor. Dat kan je gewoon. Nou, mooi, dan gaan we hierheen. Hallo iedereen! Leuke blokken allemaal niet mee te fokken. Allemaal andere lading, hoppakee. Of eigenlijk moet ik zeggen, dezelfde lading. Jij en jij. En jij. Oh, hij vliegt opeens. Zo hé. Ik niet. Oh, kut, misschien is dat wat de sleutel tot succes eigenlijk hier. Nee. Oh. My god. Oh my god. My god, oh. Stoot elkaar af, oh god. Ik ben echt aan het rondkloten hier, hoor. Zo, hé. Ja. Torretje viel. En dan maak je deze... Opa, raak nodig. Nee! Oh god. Ik wil erop staan, ik wil hem gebruiken als lift, maar dat is me niet gegund, zoals je net kon zien.
Oh, die is heel zwaar, want hij wordt natuurlijk aangetrokken, ja. Ja, en toen viel ik. Dat zat er zo aan te komen. Oké, okay, nog een vrijwillig blokje misschien hier. Zot de kracht dan als je durft. Nice. Oké, okay, ik ga hem even helemaal daarheen duwen. Het is even duwen, jongens. Het is even persen. Maar dan heb je ook wat. Verse persiksap. Oké, okay, komt ie. Zijn we klaar voor DJ MC Tesla? Ja, ja, ja. Nee, nee, nee. Ik ben het hier niet mee eens, bitch. Wat moet nu dan? Ik heb het echt verneukt. Het is maar één blokje. Een blokje wil niet mee, denk ik. Hoe moet ik nou verder dan? Hoe moet ik nou verder dan? Oh, waarschijnlijk moet ik even het scherm in en uit. Ja, kijk eens aan. Ik ga het even heel anders aanpakken. Nou, zo, ja. Nee! Oeh, ik heb je kunnen redden. Samson, dat is Samson. Een heel klein, leuk, gezellig blokkie. Samson, dat is Samson. Woef. Oh, daar heb ik niet zoveel aan eigenlijk. Oh, wacht, toch wel. Misschien wel. Oké, okay. Ik zet even vast hoor. Excuseer. Even een nieuwe verdieping voor de unlock. Oh, nog een verhaaltje. Ik ben dol, zo verhaaltjes. Nou, kom maar op, meid. Wat gebeurde er binnen de kasteelmuren? De magier was redelijk magisch. Ik vind het leuk hoe dat teken. Zeg maar. Alle omtekenen, de cirkel die niet helemaal een cirkel is. Dat is, is een omega. En dat is het teken van oom. Tenminste, het is een symbool voor oom, maar dat is de weerstand. Dus zij zijn eigenlijk de rebellen. Gebruiken dat teken, omdat ze de weerstand zijn. Is dat leuk verzonnen, denk ik. Ja. In de stad zag ik het ook al. Zag ik een huisje met dat logo erop. Oh, ze breken nu in twee partijen. Oh, je hebt natuurlijk. De ene heeft natuurlijk de staf van het negatief geladen. En de andere de positief geladen. Nou, ze hebben ruzie. Dat is niet handig. Als je maar één van de twee staffen hebt, kun je niet zoveel. Toch? Wat doen ze? Ze trekken pijlen naar de grond en gaan dood. Oké. Okay. Zo te zien gaat rood dood en dan gaat het best goed met team blauw. Want die hebben een mooie toren. And that's what it is all about. Mooie torens bouwen. Best zielig eigenlijk. Best zielig eigenlijk, en ik ben nog maar zo jong. Oh, sorry hoor. Oh, sorry hoor. Oh, 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 disco, disco. La 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 la. Hey. Hey, kijk, een klimrek. Ik verander de knop naar beneden. Zo, ja, ja, ja. Even kijken of het nog wat oplevert. Waarschijnlijk niet. Aha. Moet ik hier mee? Best een mooie. Die mij niet alleen kan naar. Het is echt zo, hé. Mooie. Oké, daar kun je dus niks mee, jammer genoeg. Misschien kunnen we nu onderhangen of zo. We gaan even kijken. We gaan een beetje rondkloot hiermee. Nope. Laten we deze mapjes hierop houden dan. Ik geef het op. Ik geef het op. En als je het opgeeft, dan is dat niet top. Wat kan ik hier naar de overkant? Misschien. Ja, ik ben er. Mooi. Kijk eens aan. Kijk eens. Oh, god. Is het veilig? Oh, god. Nee, dat is het niet. Oh, my lord. Hoe weet je wanneer het veilig is? How? Woe! Hoe weet je dat ze heen en weer gaan? Ik vind het een beetje trippy hoor. Ja, ik denk net nou, blijf springen. Oeh! Hoe ver is van mij dat ik wil ontwijden? Dus... Oh god. Ja hoor, ja hoor, het zit goed met je spel. Het zit hartstikke goed met je, weet je dat? Oh. Ik weet niet, maar je kunt daar zo niet door zo'n blok heen. Ik heb geen idee wat ik aan het doen ben. Ze hebben geen ideeën. Ja, het is wel kut. Ik heb geen idee.
Een blok, leuk. Ik ga wat anders proberen, ik ga mijn nieuwe ideetje, moet je zien. Moet je zien, want ik ben dus net op bedacht. Oh ja, probleem is, ze kwamen meteen terug, hè. Rennen, Rick! Dat was mijn plan. Nou, het werkt dus niet zo goed. Ik ga nog een keer boven langs. Je weet me nooit, hè. Kan die blokken niet gewoon van dingen veranderen? Het gaat nogal snel, dus ja, dat lijkt me niet. Hoe kan het zo zijn dat ze van kleur veranderen opeens? Heeft het met dat draaiende blok te maken? Erop? I don't know. Het is in ieder geval niet leuk dat ze bestaan. Ja, ik... Ik heb geen idee of je nou voor mijn touwtje springen of niet. Is dat mogelijk überhaupt? Ga het nu zien. Ah, ik was heel dichtbij. Ik denk niet dat je er overheen moet springen. Als het moest, ik had het gedaan. Bijna. Goed genoeg. Vind ik persoonlijk. Ik denk dat ik hier maar ga stoppen, jongens. Deze game doet mijn breintje pijn. Ah, misschien... Wacht. Ja, wacht. Ik snap hem al. Het is me niet moeilijk. Je moet gewoon zo lopen. Oh, sorry. Ja, dat ja. Ah, verdomme! Dat is ook nog eens dubbele... Oh, nee, Rick. Nou, je vond het al zo leuk. Nou, bij deze. Ik geef het op. Andere keer. Als mensen dit leuk vinden, ik ga het dan een keer streamen of zo. Of, ik ga verder op mijn kanaal, hoor ik allemaal wel. Tot, dat was deze week. De XSO Gameplay. Ga mijn livestream kijken als je dat nog niet doet. En als je dit later kijkt, omdat je de XSO Gameplay terugkijkt. Je bent een toffe peer die de XSO Gameplay terugkijkt. Dat beschrijft jou, kijker. Dus bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vergeet hem niet te liken als je hem leuk vond. En dan zie ik je de volgende aflevering van de XSO Gameplay. Dank eens voor het liken, spitta! Daarmee bedoel ik bedankt voor het kijken. Tot volgende week of tot maandag bij nieuwe XSO avonturen. Doei! Bye.